Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik iets heel leuks doen, namelijk naar de kapper. Ik ga het eindelijk weer korter knippen en verven. Ik ga weer een stuk blonder. Dus dat wordt een flinke haartransformatie. En het leuke is dat mijn vriend er niks van af weet. Hij denkt dat ik gewoon lekker naar mijn zus ga in Groningen. Dat ga ik ook, maar daarvoor ga ik eerst nog even langs de kapper. Dus ik ga hem vanavond verrassen met kort haar. Hij houdt echt van kort haar. Het is nu dus alweer een tijdje wat langer. En ik zit ook elke keer te klagen met het borsten dat het niet lukt. En dat ik zo'n klitten heb. En dan zegt hij elke keer, oh, ga weer kort. Dat is veel mooier, bla bla. Dus dat ga ik ook. Dus ik ga hem er vanavond mee verrassen. Na de kapper ga ik samen met mijn zus naar het kattencafé. Dus ook daarvan zal ik wel beelden toevoegen in deze video. Want ik heb daar echt ontzettend zin in. Ik kan er eigenlijk niet meer aan toevoegen aan deze intro. Dus laten we snel gaan. Verder. Het komt omdat de dag dat ik thuis kwam van het knippen was het al donker in de tijd. Ik wilde hier gewoon heel graag het haar in goed daglicht laten zien. Zoals jullie kunnen zien is het dus echt een flink stuk korter. Echt een flink stuk. Het zat eerst echt tot hier of zo. Dus er is echt een goede lengte vanaf. En ik ben nog steeds aan het wennen. Ik doe elke keer dit. Want ik voel het hier dus zo in mijn nek gaan. Dus dat is heel grappig. En ik was aan het douchen net. En toen was ik mijn haar aan het wassen. En ik dacht ineens, huh? Mijn haar is afgevallen, maar ik was even vergeten dat ik op was geweest. En ik werd laatst nachts ook wakker en toen ging ik zo met mijn ogen dicht naar de wc. En toen dacht ik precies, altijd dacht ik, oh nee, mijn haar is uitgevallen of zo. Maar het is dus gewoon nog eventjes wennen. En ik ben ook een beetje aan het zoeken met hoe ik het kan starten. Ik heb het nu dus zo gedaan met de föhnborstel. Ik zou het ook nog kunnen krullen met de steltang of krultang. Of gewoon kunnen stylen, is ook leuk. Ik kan een staartje in, zo. Het is een heel kleintje. En ik heb dan wel wat forse plukjes die loshangen, maar dat vind ik niet zo erg. En ik kan ook natuurlijk half omhoog doen. Dat vind ik ook altijd super leuk met kort haar. En ik kan ook nog een clipje naar achter doen, zoals ik best wel vaak draag. Zo. Ja, dus dit is het eindresultaat. En Vindy was natuurlijk hartstikke verrast. Die vond het heel leuk. Dus ik denk dat de verrassing zeker is geslaagd. En ik ben benieuwd of jullie het ook mooi vinden. Ik vind het in ieder geval veel fijner. Het is veel sneller droog. Ik heb geen glitter meer. Ik was zo gereinigd met het borstelen van mijn lange haar. Het was een hele workout om aan de onderkant te komen. Dus dit is echt veel makkelijker. Het is echt één polsbeweging en ik ben er al doorheen. En eerst was het echt heel vervelend. Ja, het is gewoon veel makkelijker. En ik kan er nog steeds van alles mee. Dus ik ben zeer tevreden. En de kleur is dus gewoon weer een klein stukje blonder aan de bovenkant. Het was deze kleur ook wel hier aan de onderkant. Maar dan was het hierboven nog wat donkerder. Dus het ziet er gewoon heel natuurlijk uit. Ik vind het zo ook trouwens heel leuk om te dragen. Om het zo wat meer slag naar de zijkant te doen. Dit was in ieder geval de haartransformatie video. En dan ook de verrassing erbij van mijn vriend. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ik zie jullie snel weer bij een volgende video. Met kort haar. Doei!